Goed, een hele goede middag iedereen. Super fijn om te zien dat jullie zo talrijk aanwezig zijn voor deze online kick-off. We zitten momenteel in de tweede poule, dus daarnet is al een poule geweest. Er volgt hierna nog een poule. Jullie zijn de ongetwijfeld mooie middenmoot. Maar vandaag passeerden maar liefst 45 West-Vlaamse minis de revue. Zoals ik daarnet zei, gelukkig opgedeeld in een aantal poules. Misschien nog een tip om een nog beter beeldervaring te hebben. Jullie kunnen normaal gezien ergens bovenaan via view of weergave in het Nederlands kiezen voor een bepaald beeld. Dus je kan daar een beetje mee spelen. Als je het wil veranderen, kan je het via die manier view of weergave. Goed, we hadden daarnet op de volgende slide eigenlijk gevraagd om jullie naam aan te passen. En ik zie dat dat bij de meesten inderdaad gebeurd is, zodat wij, Mieke en ik, collega Mieke en ik, een beetje kunnen kijken en zien of al onze teams aanwezig zijn. Dus de mensen die nog niet zouden aangepast hebben, je mag je Zoom-naam aanpassen naar ja, de naam van je mini. En je mag daar eventueel ook nog je eigen naam bij zetten. Dat kan uiteraard. Mieke en ik, wij hadden op voorhand aan jullie gevraagd om jullie showroom te lanceren, dus online te zetten. Heel wat teams hebben dat ook gedaan. Dank je wel daarvoor. We weten dat er nog teams zijn die er volop mee bezig zijn, maar door technische issues daar nog niet in geslaagd zijn. Uiteraard, alle begrip daarvoor. Maar we zien dat er heel wat in beweging is. Als jullie zin hebben, mogen jullie uiteraard ook posten op jullie socials rond deze kick-off, rond andere Vlaio-events en dergelijke. En dan hopen wij ook dat jullie ons gaan taggen en jullie zien daar op het beeld hoe jullie dat kunnen doen. Voilà. Onze Next Gen Kick-off maakt deel uit van een reeks van Next Gen activiteiten. Vandaag onze kick-off, de eerste voor jullie, de eerste activiteit. 26 februari gaan we jullie nog eens oproepen, maar dan wel onstage. In de zaal gaan jullie presenteren met het hele team voor alle aanwezige teams. Dus dat wordt nog een stukje spannender dan vandaag. Dan hebben we de Next Gen Star Awards. In april kan je alvast blokkeren in je agenda, want wie weet win je wel een award voor je project. Dan op 6 mei is er de Next Gen Finale. 10 mini-ondernemingen uit Vlaanderen kunnen deelnemen aan de finale. En misschien zijn jullie daar wel bij, maar alvast hopen wij dat er heel wat Vlaamse teams bij zijn. West-Vlaamse wel te verstaan. En dan op 10 mei, ons Next Gen Fest gaat door in Walibi. Dat is een zaterdag en daar ontvangen jullie zeker nog een uitnodiging voor. Ja, en ik wil daar graag nog aan toevoegen dat we ook nog een aantal verkoopdagen liever op de planning staan hebben. De kerstminimarkt in Roeselare op 2 data. De verkoopdag in Ring Kortrijk in februari. Daarvoor kunnen jullie al inschrijven. Jullie hebben de uitnodiging ongetwijfeld binnengekregen. Heel wat teams zijn al ingeschreven, maar er zijn nog plaatsjes vrij. Dus maak er zeker gebruik van. De uitnodiging voor 15 maart voor de Minimarktdag in Brugge, ja, die komt er nog aan. Hè. Dus daarop is het nog even wachten. Weet ook dat tijdens deze verkoopdagen er ook ja, geldprijzen te winnen zijn. Heel fijn om te gebruiken. Om ja, een teambuildingsdag, een teamdag te organiseren met je mini. Dus dat is alleen maar leuk om om mee te nemen. Naast ja, live fysieke verkoopdagen kunnen jullie uiteraard ook jullie producten aanbieden, showen via de showroom en ook verkopen via de Vlaio Market. Dat hebben we daarnet al aangehaald. Heel wat teams maken daar gebruik van. En wij kunnen dat alleen maar stimuleren, uiteraard. Dit zijn de deelnemende scholen aan onze kick-off. Dus er zijn wel meer scholen nog in West-Vlaanderen die deelnemen. Maar we hebben 15 verschillende scholen die aanwezig zijn op de kick-off. En ongetwijfeld staat jullie school daar ook tussen. Dan de mini-sterren. Er zijn er verschillende teams die al sterren hebben aangevraagd. Ik heb gezien in mijn communicatie dat er nog heel wat nieuwe weer al in zitten. Weet dat die sterren deadlines hebben. Deadline krokusvakantie, deadline Paasvakantie, maar de dichtste deadline is die voor de kerstvakantie. In jullie bibliotheek, dus als je op de tegel van je project Vlaio Bib klikt, kan je in de bibliotheek een documentje terugvinden, een kennistek, mini-sterren verdienen.
Die zit bij Start, doe mee aan de Vlaio-activiteiten. En daar heb je heel mooi een opleisting van de deadlines en welke sterren je tegen die deadlines kan behalen, maar ook welke template dat je moet gebruiken. Want dit is wel belangrijk. Er zijn heel wat teams die een ster hebben ingediend, maar niet de juiste template gebruikt hebben. Waardoor de bepaalde criteria niet helemaal in orde zijn of waar dat bepaalde documentatie ontbreekt. Dus het is heel belangrijk dat je kijkt om de juiste template te gebruiken om je ster in te dienen. Want anders moeten we ze afkeuren en dat zijn een aantal teams die dat wel al gemerkt hebben, dat wij goed durven afkeuren als het niet helemaal voldoet aan alle criteria. Nu, er is één ster waar jullie misschien op hoopten om die vandaag te verdienen. Helaas, de ster pitch, daarvoor moet je 2,5 minuten live pitchen. Dus dat zal niet voor vandaag zijn, maar op de Next Gen on Stage verdien je ze uiteraard wel voor je project. Dus we zien jullie graag dan om ook deze ster te behalen. Ja, en in deze online room zitten uiteraard jullie, onze teams, leerkrachten, eventueel directies. Maar er volgen ook een aantal mensen mee vanuit onze partners. Jullie zien de logo's van onze provincie, Deloitte, Euroclear, BNY, VOCA en BNP Paribas Fortis. Er zijn een aantal paneleden die dus nu live meevolgen en die jullie gaan beluisteren. En een aantal van hen gaan ook onze opname, want we zijn dit hier allemaal aan het opnemen, de opname beluisteren. Want het is ook de bedoeling dat er een aantal teams van jullie dus in de bloemetjes gezet worden en een prijs gaan winnen. Dus de paneleden die gaan hun best doen om er opmerkelijke teams uit te halen. En dat zal volgens mij geen probleem zijn. Ja, we zijn zover. De mededelingen zijn gepasseerd. Jullie pitches, want daarvoor zijn we er vandaag. Maak de jury warm voor jullie idee. In onze tweede poule zijn dit de logo's van de teams. Sommige logo's zijn duidelijk met Canva gemaakt. Sommige logo's lijken helemaal zelf ontworpen. En sommige logo's, daar denken we wel dat er ook wat AI aan te pas gekomen is om het mooie logo te creëren. We gaan jullie oproepen in volgorde van alfabet. Dus we gaan één voor één jullie noemen. En op het moment dat dat jou is, zet je camera, of jou of jullie, want sommige teams zitten met een heel team achter een camera verstopt. Op het moment dat dat jou is, zet de camera aan, en vertel ons jou of jullie verhaal. We starten vandaag onze poule 2 met het team Bigel. Ah, nee, dat zijn we niet. Team Bigel, je mag de micro aanzetten en we luisteren graag naar jullie. Succes! Dank u wel. Stel je voor, je herinnert je die gezellige familiemomenten aan tafel. Misschien gebruikte je oma altijd dat ene bestek wanneer je kwam eten. Of was het de vork waar je papa mee at tijdens elke verjaardag. Maar wat als die geliefde persoon er niet meer is? Die herinneringen hoeven niet te vervagen. Wij, Bigel, geven bestek met emotionele waarde een nieuw leven. Wij maken er unieke ringen of armbanden van, zodat je die speciale momenten altijd bij je kunt dragen. Een sieraad dat niet alleen mooi is, maar ook een verhaal vertelt. We zijn een enthousiaste groep van 6 meisjes van de Friars in Brugge. Dankzij Raf Heilen kregen we de unieke kans om een opleiding te volgen waarin we de kneepjes van het juweliersvak leerden. In slechts een paar uur werden we klaargestoomd om mooie, verfijnde ringen en armbanden te maken. Wat ons bijzonder trots maakt, is dat onze juwelen volledig met de hand en op maat worden gemaakt. Elk stuk dat we creëren is het resultaat van een ambachtelijk proces. Het begint met de zoektocht naar het perfecte bestek, waarna we dit omvormen door te knippen, plooien en polijsten. Het eindresultaat? Tijdloze, stijlvolle juwelen die uniek zijn in hun soort. En bovendien eco-chic. Onze creaties combineren duurzaamheid, elegantie en persoonlijke charme, waardoor ze een speciaal plekje verdienen in ieders juwelencollectie. Bigel staat niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor een bewuste keuze in mode en stijl. Ontdek onze collecties en volg ons verhaal op zowel Facebook als Instagram. Dankjewel om te luisteren. Wauw, super, dankjewel. Jullie hebben meteen de toon gezet voor deze poelen, voel ik. Hè. Ik heb heel fijne dingen gehoord. Jullie hebben echt via upcycling tot een nieuw, ambachtelijk, uniek
product gekomen. Heel tof dat jullie ook zelf gaan produceren. Jullie hebben die workshop gevolgd, dus jullie hebben die kennis opgedaan. Collega Mika en ik, wij zeiden het daarnet ook nog tegen elkaar in een andere poelen, dat wij dat super fijn vinden als ook de leerlingen zelf willen produceren, dat het echt van hen komt, dat jullie die moeite daarvoor nemen. Dus dat is echt heel tof. Ja, herinneringen die op die manier gaan blijven bestaan. Ik denk dat het een heel mooi concept is. Heel veel succes gewenst. Goed, Dankjewel. dan gaan we meteen het woord geven aan Boho Ropes, als ik het juist zeg. Ja. Super, succes hoor. Heb je ooit stilgestaan bij de impact van fast furniture op interieur? Wij zijn 5 leerlingen, of het deze nu 2, omdat de rest kon niet komen, van economie. En we hebben de oplossing met onze mini-onderneming Boho Ropes, die een duurzaam alternatief biedt voor en handgemaakt decoratie biedt. Boho staat voor Bohemian en beschrijft de vrije creatieve stijl geïnspireerd door artistieke en nomadische levenswijzen. Je hebt daar vooral aardse en felle kleuren in en touw, wat dat voor ons goed uitkomt. Wij gebruiken natuurlijk sisal-touw dat afbreekbaar is. En we hergebruiken ook glazen flessen, glazen potjes, waardoor dat allemaal duurzaam en hergebruikt wordt. Veel ondernemingen praten over dat zij duurzaam zijn, maar wij doen het ook in de werkelijkheid en in praktijk, doordat wij natuurlijk die sisal-touw en gerecycleerde dingen gebruiken. Onze verkoopprijzen zijn tussen de 3 en de 5 euro. En wij hopen daardoor de fast furniture te verminderen en mensen te inspireren voor nieuwe mooie huisstijlen. Dankjewel. Dankjewel, Boho Ropes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd om het product ook, of de producten te zien. Want het kleurige, de Boho-stijl, hoe ziet het eruit? Wat wordt het juist? Dus ik ben benieuwd om jullie tegen te komen op een verkoopmoment en daar de producten te kunnen bewonderen. Dankjewel voor jullie presentatie. Onze volgende mini die we graag beluisteren. We zijn aan de C, Kendall & Co. Oh, mag ik beginnen? Zoals jullie al konden vaststellen, worden de dagen kouder. Zoals jullie al konden vaststellen, worden de dagen donkerder en kouder. Dan zijn jullie net als ons vast op zoek naar warmte en gezelligheid. En wat brengt warmte, geeft licht en zorgt voor een gezellige sfeer? Dat zijn de kaarsen van Kendall & Co. Mijn naam is Edie Huygens en samen met mijn 4 enthousiaste medeleerlingen uit het 6e jaar bedrijfswetenschappen uit het Sint-Joseph's College in Wervik heb ik mini-onderneming Kendall & Co. opgericht. Als trotse CEO kan ik u vertellen dat onze kaarsen geen massaproducten zijn, maar met veel zorg en aandacht met de hand worden gemaakt. Ieder exemplaar is uniek met elk zijn eigen geur en kleur. En zo is er ook voor ieder wat wils. Zo is er bijvoorbeeld Tropical Monoi, Cookie en Fields of Lavender. En onze doelgroep, dat zijn mensen zoals jij, die een leuke en gezellige sfeer willen creëren. Wij halen zelf het creatieve in jou naar boven door onze workshops kaarsen versieren. En vraag je je af waarvoor de koos staat, dat kan je zelf nog ontdekken wanneer wij nieuwe producten aan ons assortiment zullen toevoegen. Dus waar wacht je nog op? Ontdek zelf de magie van Kendall & Co. En laat jouw licht schijnen op de wereld om je heen. Super, dankjewel Evie. Je zegt het zelf, ik ben een heel trotse CEO. Dat merk je ook, dat zie je ook, dat hoor je ook. Dus dat is heel fijn. Jullie staan voor warmte, gezelligheid. Dag van vandaag kan dat zeker tellen, dus dat kan alleen maar scoren, hè. Fijn ook dat jullie workshops van plan zijn om te geven. Dus ik ben benieuwd ook naar de co, wat er nog zal ingevuld worden. Maar daar moeten we nog een beetje tijd voor nemen, ongetwijfeld. Super, oké. Na Kendall & Co. schakelen we over naar Concrete Charm, als ik het juist uitspreek. Ik zie ze staan. Waarschijnlijk Kiana, zou dat kunnen? Iliana. Of Iliana, even kijken. Ja, ik zie inderdaad dat jullie met 2 alvast zijn ingelogd. Iliana.
Ja. Ah, Iliana, jij zal waarschijnlijk het woord Ja, nemen. echt. Super, succes Hoi. hoor. Ja, dankjewel. Dus wij zijn Concrete Charms van de school van Mia Brugge. Ik ben de CEO en wij maken zelfgemaakte kaasjes. En die zien er zo uit. Wij gaan die dan daarna nog zilveren in het zwart of in het wit met een hout randje. We hebben een kleine versie en we hebben ook een grote versie. Zo. En wat we eigenlijk willen bereiken zijn jongere en oudere mensen die het waarderen om zelf gemaakte productie aan te kopen. En onze prijs ligt tussen de vier, het is de 3 en de 4 euro. Dus ja, dat was het. Oké, dank je. Dat was een compacte toelichting van duidelijk zelfgemaakte producten. Ik vermoed uit beton, als ik het zo zag. Waar je dan je eigen kaarsjes kan inplanten, om het zo te zeggen. Ik ben benieuwd ook naar de geschilderde versie, want dat is altijd leuker dan beton. Als dat zo met een gouden randje is, dan zal het zeker ook chic eruit zien. Dank je wel om ons te lichten. Dan van chic gesproken, onze volgende mini is crochic. Hallo, horen jullie mij? Super, oké. Elke steek telt, dat is de slogan van Crochic. En dat is niet zomaar een slogan. Hallo, ik ben ook Strubbe. Ik ben de gedelegeerd bestuurder van Crochic en vandaag ook de woordvoerder. Wat verkopen wij nu juist? Wij verkopen gehaakte mandjes, gehaakte onderleggers voor zowel glazen als borden en dan ook sleutelhangers van macramé. We hebben ervoor gekozen om voor elk van onze producten een andere leverancier te zoeken. Simpelweg omdat het maken van onze product enorm time-consuming is. En we wouden wel echt dat het handgemaakt is, met heel veel passie en heel veel liefde werd gemaakt. Dus dat is dan ook gelukt. We hebben zelfstandigen gevonden en hobbyisten die dat voor ons willen doen. Terug naar de slogan, elke steek telt. Dat verwijst eigenlijk naar twee zaken. Eerst en vooral, ja, de steek verwijst gemakkelijk naar ons product, die gehaakt worden en worden gemaakt voor als decoratiestuk, maar ook enorm handig zijn. En dan als tweede hebben we elke steek telt. Dat doe je misschien denken aan, elke bijdrage telt, elke klein iets telt. En dat verwijst naar het goede doel dat wij steunen. We hebben ervoor gekozen om met ons team Kom op tegen kanker te gaan steunen door de verkoop van onze sleutelhangers. Simpelweg omdat elk vier van ons, we zijn met vier in een team, en elk heeft wel een keer te maken gehad op een of andere manier met deze vreselijke ziekte. En we vonden het zo wel een goede manier om ons steentje aan de maatschappij bij te dragen. Dus ja, dat is Crochic in het kort. Super, heel fijn. Dankjewel voor jouw toelichting. Tof dat jullie echt op zoek gegaan zijn naar die handgemaakte producten. Dat is toch wel een surplus om het te verkopen. Handgemaakt is altijd ja, wel unieker, leuker voor de consument. Dus tof. Je sprak over passie. Je voelt ook als je praat over jouw team dat je gepassioneerd bent. Dus heel tof. En altijd fijn als jullie inderdaad, een samenwerking hebben met een goed doel, een passend goed doel. Dat geeft toch weer dat tikkeltje meer aan heel het concept. Hè. Dus doe zo verder, zou ik zeggen. Goed, het volgende team luistert naar de naam Eposia. Zijn jullie aanwezig? Even kijken, ofwel. Kijk ik erover. Is er iemand van het team Eposia? Niet meteen. Nee, dan gaan we verder naar het volgende team. En wie weet sluiten ze wel nog aan. Dan gaan we even naar... En de camera floept al aan. Voilà, Fairway Flex. Ik denk Guillaume. Ja, dag iedereen. Wij zijn zes leerlingen van de Abdijschool van Zevenkerken. En samen vormen wij Fairway Flex. Met onze mini-onderneming willen wij lijkwals verkopen. Dat zijn golfballen die zijn opgevist uit rivieren en vijvers. En die wij zorgvuldig hebben gereinigd om deze dan opnieuw te kunnen aanbieden. Ons doel is
om duurzaamheid en kwaliteit te brengen naar de golfwereld. En op deze manier bevorderen we niet alleen jullie golfervaring, maar maken wij de wereld ook een betere plek. Onze golfballen presenteren wij in een duurzaam zakje. Op deze manier kan deze hergebruikt worden tijdens het golfen om bijvoorbeeld je ballen terug in op te bergen. En hierdoor wordt de planeet ook niet vervuild. In de toekomst plannen wij om nog ons assortiment verder uit te breiden met andere producten zoals t-shirts en patches. Dit is onze mini-onderneming. Dank u wel om te luisteren. Oké, ik zie jullie al vissen in de vevers rondom de golfterreinen om aan de balletjes te komen. Maar alleszins heel fijn dat jullie het duurzame appreciëren en helemaal in je dragen. Dus we wensen jullie veel succes en misschien uitbreiding van de collectie om ja, het wat groter te maken, het geheel dan enkel de ballen. Leuke naam trouwens, met de fairway flex die aan elkaar hangt. Klinkt goed. We gaan door, vermoedelijk naar iets lekker, want het volgende team heet L'Atelier. Sorry, L'Atelier Biscuit. Ja, hallo, ik ben Hanne Lagousse, gedelegeerd bestuurder van L'Atelier Biscuit en ik stel jullie met trots onze mini-onderneming voor. Stel je voor, een koekje dat niet alleen lekker smaakt, maar ook met zorg en toewijding is gemaakt. Dat is precies waar wij L'Atelier Biscuit voor staan. Wij zijn een mini-onderneming die is geïnspireerd door het populaire bedrijf Crumble Cookies uit Amerika. Maar dan met een eigen twist, unieke smaak en lokale ingrediënten, speciaal voor onze Belgische markt. Wij zijn bakkers, dus onze koekjes zijn ook 100% ambachtelijk. En ze zijn ook groot, zacht van binnen en een licht krokant aan de buitenkant. Met smaken zoals chocolate chip, speculoos en brownie, die je garandeerd zullen verrassen. Bij L'Atelier Biscuit geloven we dat lekker eten niet ten koste hoeft te gaan van de planeet. Daarom verpakken we onze koekjes in herbruikbare glazen bokalen of bieden we 10% korting aan bij de klanten die hun eigen verpakking meebrengen. Dat kan een doos zijn, een brooddoos of een koekendoos. Dit sluit ook perfect aan bij ons streven om voedselverspilling tegen te gaan en onze ecologische impact te beperken. Dit tonen wij ook aan met onze slogan Verwen jezelf met elke kruimel, waarin wij ons inzetten om onze food waste tot het minimum te beperken door onze restjes van de koeken te verpakken in een lekkere crumble, perfect voor elk dessert. Onze visie: de favoriete lokale koekjesverkopers worden door kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid. Natuurlijk ook een leuke tijd hebben bij het uitbaten van deze mini. Onze doelen: kwaliteit leveren, een glimlach bezorgen bij elke klant en duurzaam ondernemen. Dus verwen jezelf met elke kruimel en proef het verschil bij L'Atelier Biscuit. Wauw, super. Dankjewel, Hanne. Je hebt op korte tijd heel veel verteld. Ik onthoud vooral, jullie willen inzetten op die food waste. Het lokale, het idee komt misschien van Amerika, maar jullie willen dat zeker ver, ja, Belgischen, ver Vlaamsen, hoe je het ook zegt. Heel fijn ook dat jullie inzetten op die verpakking. Herbruikbare verpakking of eventueel een korting geven wanneer en zo verder. Dus je hebt heel veel verteld, heel veel toffe ideeën, waardoor dat je echt één concept verkoopt en dat het veel meer is dan die ongetwijfeld heerlijke koek die ik nu heel graag zou proeven. Maar ja, aangezien het online is, gaan we dat niet kunnen waarmaken. Hè. Misschien in de toekomst nog. Chapeau. En van Hanne en haar team gaan we naar MC Pocket of Mac Pocket. Jullie gaan het mij ongetwijfeld kunnen vertellen. Hoop ik als ze aanwezig zijn. Niet direct. Dan gaan we het straks misschien horen. Dus geen MC Pocket. Maar we hebben gelukkig nog heel wat andere teams, zoals Pakketito. Als ze aanwezig zijn. Ja, goedemiddag mevrouw, dat is Super. onze mini-onderneming. Dus ja, goedemiddag, ik ben Kerry Flemington, financieel medewerker van onze mini-onderneming Pakketito. En ik zou graag willen uitleggen wie dat we zijn en wat dat we precies doen. Stel je voor dat je als student een pakket kunt kopen die alles bevat wat dat je als student nodig hebt: studieboeken, notitieblokken, schriften, balpennen en zelfs nog een snack om de honger tussendoor te stillen. En dat is precies wat dat wij aanbieden. Pakketito specialiseert zich in het creëren van zorgvuldig samengestelde pakketten
voor studenten die zich eigenlijk op een snelle en efficiënte manier al hun benodigdheden willen kopen. Om ervoor te zorgen dat onze pakketten niet alleen praktisch, maar ook mentaal ondersteunend zijn, werken we nauw samen met therapeuten en psychologen. Zij helpen ons om samen met het pakket eigenlijk ook studietips en methodes door te geven om tot rust te komen. We zijn ervan overtuigd dat ons product ideaal van pas zal komen en de studieervaring van onze klanten zal eigenlijk optimaliseren. En we zijn ook van mening dat ons product niet alleen functioneel waardevol moet zijn voor onze klanten, maar ook mentale ondersteuning moet aanbieden voor onze studenten tijdens stressvolle periodes, tijdens bijvoorbeeld examens of een drukke toetsenweek, waar dat het misschien als student, ikzelf, weet ik zelf dat het ook een drukke periode kan zijn. Dus daarom bieden wij kwaliteitsvolle pakketten aan voor een eerlijke prijs. En we overwegen om ook zeg maar een gespecialiseerd pakket aan te bieden, waar dat klanten van alles en nog wat kunnen selecteren in hun pakketten, dat ze bepaalde zaken kunnen weglaten vallen en kunnen kiezen wat dat ze willen in hun pakket. En ja, dat is wat dat we zijn en wat dat we doen. Dank je wel om te luisteren. Vlotte vertelling en het is duidelijk meer dan een samenraapsel van producten, want door het aanbieden van ook die mentale well-being en de, ik zou zeggen, fysieke well-being door de koekjes of de dingetjes die erbij zetten, ga je eigenlijk echt wel voor een totaalbeleving. Studeren is meer dan enkel een blaadje vullen en ja, de theorie, om het zo te zeggen. Dus heel fijn dat jullie die stap verder gaan. Proficiat daarmee. En veel succes met de verkoop, zou ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. Van Pakketito gaan we naar Positief Comforts. Daar zijn twee Hallo. dames. Ja, wij zijn Emma en Kiana van Positive Comforts en wij zitten in een team met nog vier andere mensen: Marit, Eline, Berdien en Louis. En ons team staat in voor een positief gevoel te geven aan mensen. En wat doen wij via kaarsen met een positieve tekst erin? Onze kaarsen zullen de klanten zo ontvangen. En als u het dan opendoet, zit er een kaart in met dan nog een tekstje erin en ons logo. En dat zullen onze kaarsen zijn. En als u het dan opbrandt, dan komt er een positief tekst tevoorschijn dat u eigenlijk hier kan zien. We maken eigenlijk al onze kaarsen zelf. En de potjes maken we ook zelf. We zijn sinds kort overgestapt naar duimpotjes zelf te maken. Dat doet ons productieteam, Marit en Berdien. En wij helpen ook waar nodig is. En dan zo smelten we ook al onze kaarsen zelf. En doen we ook zelf de teksten erin. Dus eigenlijk doen we alles zelf om zo duurzaam mogelijk te blijven. Dank u wel om te luisteren. Dat is met heel veel plezier gedaan. Heel fijn, jullie lijken heel enthousiast. Tof dat jullie ook inderdaad alles zelf maken, van A tot Z, van de potjes tot de kaarsen tot de boodschap. Want dat vind ik wel heel tof, dat het niet enkel de kaars is, maar dat er ook een boodschap aan gekoppeld is. Dat maakt het meteen een stuk persoonlijker. Volgens mij ook een ideaal geschenkje nu voor de komende feestdagen. Dus ik wens jullie een heel goede verkoop toe. En van de kaarsen gaan we naar een volgend team, genaamd Recup. Wie zou aanwezig zijn? Alexander waarschijnlijk. Elke dag genieten we van een kopje koffie. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd wat er gebeurt met de rest? Jaarlijks belandt er wereldwijd bijna 23 miljoen ton koffie op de afvalberg. Een waardevolle grondstof gaat verloren, ongemerkt en ongebruikt. Als je bedenkt dat we wereldwijd bijna 2,25 miljard kopjes koffie per dag drinken, wordt de omvang van dit probleem al snel duidelijk. In België drinken we gemiddeld 2 à 3 kopjes koffie per dag. Dat is bijna 7 kilo koffiegruis per persoon per jaar. 99% daarvan wordt weggegooid als afval. Wij vinden het tijd om daar iets aan te doen. Voor ons is koffiegruis geen afval, maar een kans. We geven het een derde leven in de vorm van een nieuw waardevol product. Herbruikbare mokken gemaakt van gerecycleerd koffiegruis op een ambachtelijke manier. Op onze school begint dit proces waar we zelf het koffiegruis gaan inzamelen.
Deze herbruikbare koffietassen zijn niet alleen duurzaam en stijlvol, maar ook een tastbaar bewijs van circulair denken. Door jouw kop koffie te drinken uit deze mok draag je bij aan een wereld waarin hergebruik centraal staat. Onze mokken zijn een tastbaar bewijs dat iets kleins een groot verschil kan maken. Dus wacht niet langer en help ons om onze boodschap te verspreiden. Voor meer info check zeker onze sociale media rieke.be. Dank jullie wel. Dat product gaat hopelijk niet smelten als je er je koffie in doet. Dus we hopen dat dat een degelijk goed product wordt dat jullie kunnen ontwikkelen. Maar heel fijn dat jullie zelf aan de slag gaan en waarschijnlijk ook wel met een plaatselijke leverancier die jullie kan helpen met de productie, zou ik veronderstellen. Dank je wel, Recup. Onze volgende is Sockstory. Goedemiddag. Goedemiddag. Anjo. Dankjewel. Sockstory bestaat uit 5 studenten uit de VRS. En ons doel was eigenlijk vooral om de mensen samen te brengen. Dus wij begonnen dan een beetje te brainstormen. Wat kunnen we doen om eigenlijk echt de mensen een warm gevoel te geven en samen te brengen? Wij zijn tot het idee gekomen, Sockstory. Dat is namelijk een duo-pakket waarin er 2 sokken in zitten met een bon. Zoals je kan horen in de naam Sock en Story hebben we dus 2 aspecten. We hebben de sokken die we verkopen als een fysiek stuk voor de kopers. Maar ook onze story, dat is eigenlijk ons verhaal dat we willen vertellen. Want met de bon die erin zit, dat kan gaan van iets gaan drinken, een ijsje gaan eten, pralinen gaan halen. Stimuleren wij dus om de mensen samen te brengen en een activiteit in Brugge te gaan doen. Wij als team hebben dus heel veel werk om de samenwerkingen te kunnen krijgen. Maar ook zelf de sokken aankopen en bedrukken komt volledig van onze kant. Ik ga hier een keer een voorbeeldje doen. Dus zoals u ziet, hier hebben we dat bedrukt. Dat neemt allemaal precisie en geduld met zich mee, zodat alles mooi geplaatst is wanneer het bedrukt is. Wij doen dit allemaal samen als team, zodat er toch nog iets uniek is. We hebben 3 verschillende designs, wat ook onze doelpublieken wat ook onze doelpublieken zijn. Bijvoorbeeld 2 jongens, dat kan gaan voor 2 broers of 2 vrienden. Ook hebben we gezinnen, daar staat er dan een gezin op. En de sokken. Dus daarvoor staat Sockstory. Dus eigenlijk voor een story aan de sokken te geven en mensen samen te brengen. Dankjewel voor te luisteren. Heel graag gedaan. Heel tof concept. De naam deed mij al... Allez, ik ga het anders zijn. De naam deed mij nog niet veel vermoeden, maar ik ben heel blij dat ik me heb toegelegd. Ik heb eigenlijk nog 101 vragen, maar dat is nu niet het moment om ze te stellen. Hè. Ik kan het heel goed uitleggen, ook heel goed overbrengen. Dus chapeau daarvoor. Anna is waarschijnlijk. Hè. Ja, heel leuk dat jullie ook werken met dat verrassingselement. Een bon die erin zit voor een leuke activiteit in het Brugse. Dus weer dat lokale aspect dat aan bod komt. Ik denk dat er heel over nagedacht is. Een heel tof concept dat ik graag nog meer zou willen over weten. Dus ik zal jullie zeker verder volgen. Dankjewel. Veel succes. En van Sockstory gaan we naar Spiculux. Even kijken of er iemand aanwezig is van Spiculux. Niet meteen. Dan gaan we dat ook even aanduiden. En dan gaan we even door naar het volgende team, de Shining Textile. Zijn zij aanwezig? Is dit team aanwezig? Ja. Ja, dus de Shining Textile. Of textiel, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar ik denk dat jij mij dat wel kan vertellen. Nog even jouw microfoontje aanzetten. En dan zijn wij er klaar voor. Ja. Goedendag, ik ben Amos. Ik ben de head of production, dus ik maak de spullen zelf met de help van mijn team. Wij zijn dus de Shining Textile. Mijn CEO is Celine, maar ze kon er niet zijn wegens persoonlijke reden. We hebben dan Pieter Jan, Head of Finance, en Milan, Allrounder. En Paolo is ons social media persoon. En ik ga vertellen over wat wij eigenlijk doen. Wij zijn eigenlijk echt bezig met recycleren. Oude broeken die je niet meer nodig hebt, of is te klein geworden, like van je kleine broertje die nu ouder is geworden. Of je denkt, er is een baby onderweg, maar
wil een klein hoedje voor hem, of een sjaaltje, of een hele set voor dingetjes. Of een klein cadeautje, maar niet dat je veel dat kost. Ik denk een klein tiddytje dat je wilt geven. Met wat eten. Als een sleutelhanger kan je dat ook gebruiken. En of een muts, zelfgemaakt. Dat is alles zelfgemaakt. Wij hebben gewoon de materiaal gekocht. Of broeken dat wij gekregen hebben of zelf thuis lagen. Dat je denkt, ah ja, ik ga het niet dragen, of het is vuil geworden, of het is iets. Dan proberen wij wel iets nieuws van te maken. Dus ik had toen tassen. En het is allemaal ook uitgetest als het kan spullen dragen. Dus er kan filmmappen in, een laptop in, zonder problemen. Dus het gaat niet breken. Dus we hebben alles proberen uit te testen, een beetje te trekken, dat het niks kapot gaat. En dat is allemaal gewoon één tas van één broek. Van dit gaat naar dat. Dus wij steken heel hard werk in en we proberen ons best te geven aan onze klanten. En dat is Shining Texan. Oké, dankjewel. Dat was een voorstelling waarin dat we heel veel producten hebben zien passeren. Dus we weten meteen wat jullie allemaal in petto hebben en wat jullie kunnen maken ook zelf allemaal. Dus knap gedaan. En wat ik vooral ook fijn vind, is dat jullie alles, de tassen goed getest hebben naar kwaliteit. Of ze wel in orde zijn, of ze wel sterk genoeg zijn. Zo ben je als klant ook zeker dat je iets degelijks koopt bij jullie. Heel fijn, dankjewel. We gaan eventjes terugkijken, want we hadden een paar afwezige teams, maar ik zie dat MC Pocket of Back Pocket, dat zij ondertussen aanwezig zijn, dus het is aan jullie. Hoor je jullie? Hoort u Ja mij? hoor. Ja, sorry, te laat door een foutje van de CEO, maar dat komt in de man. Dus, goedemiddag ondernemers. Ik stel u graag Mac Pocket voor. We zijn een ambitieuze mini-onderneming met een innovatieve missie. De boxershort naar een hoger niveau tillen. Je ziet dat hier door. We hebben recycleerbare zakken in elke boxershort. Zelfgemaakt. De boxershort is niet zelfgemaakt, maar de broekzakken wel. En wij doen het omdat wij op een internaat zitten in de Abdij School van Zevenkerken. En we zien eigenlijk. Waarom zitten er broekzakken in een broek? Ja, om dingen te herbergen. En internaat is dat eigenlijk ook nodig. Want de meeste jongens lopen in een boxershort rond op het internaat en ze willen nog iets in hun broekzakken steken. Ons team bestaat uit 5 enthousiaste ondernemers die goed op elkaar zijn ingespeeld. En we hebben allemaal onze eigen sterke punten. Samen brengen we een unieke sfeer door naar elkaar te luisteren. En we maken het nog altijd leuk en grappig. Ons doel tegenover de klanten is simpel. Een leven gewoon makkelijker maken. Met onze boxershorts met zakken heb je eigenlijk een handige oplossing voor het moment dat je nog even in je boxershort rondloopt. Bijvoorbeeld de laatste 30 minuten voor het slapen gaan, inderdaad. Het is niet zomaar een extraatje, het maakt je dagelijks leven wel net ietsje praktischer. Ons doel tegenover onszelf is zoals bij iedereen bijleren en ervaring opdoen. Maar we hameren het meest ook op onderlinge communicatie, het nakomen van afspraken en het vinden van een ideale manier om samen te werken. Ook al merken we dat het niet altijd goed is overlopen. Dat moet ik eerlijk toegeven. We hebben vanaf het begin al gezegd dat we de winst leuk vinden. Maar onze punten voor ons eindwerk, voor ons Torika-jaar, zijn toch wel een prioriteit. Ons laatste doel is ook een grote uitgave, 10% van onze omzet, richting een goed doel. Het goed doel gaan we waarschijnlijk zelf fysiek afgeven in Afrika. We zijn daar niet aan uit, maar we willen een ietsje origineler zijn en we willen niet echt geld geven aan een groot doel. Zoals we al de meeste gaan doen. We proberen ook hier een beetje anders in te zijn door echt fysiek kleren dan. Want er zijn veel kindjes in Afrika die gewoon geen kleren hebben. En wij doen dan ook indien onderbroeken of gewoon andere kledij aanbieden. Gewoon gratis. Maar wat is het proces nu? Want we maken onderbroeken met zakken in, oké. Dus eventueel ons logo. En onze onderbroek, we moeten eerst tornen. En dat betekent. Ons onderbroek komt van Uniqlo en er zitten hier allemaal draadjes in. Dus wij eerst stormen dat allemaal open en dan heb je gewoon een normale broekzak. En dan is het voor de naaister die wij hebben georganiseerd. En de naaister doet dan al het andere werk om er broekzakken in te zetten die elk uniek zijn. Allemaal uniek. Allemaal verschillende stoffen. Zoals hier is het een heel ander stof. In een andere broek is het een roze, roodkleurig. Allemaal anders.
Dank u wel voor jullie aandacht en ik wens jullie veel succes in die eigen onderneming. Dank u wel, Mieke, en dank u wel, Charlotte. Jij bent ook bedankt. Dankjewel voor deze leuke, aparte uiteenzetting. Heel fijn dat jullie ook zo persoonlijke doelen, of dat je persoonlijke doelen hebt benoemd. Hey, wij willen onderling goed communiceren met elkaar, los van het product dat we aanbieden. Hey, wij willen goede punten halen, wat dat ook wel belangrijk is voor jullie uiteraard. Hey. Het goede doel dat jullie nog gaan bepalen, vind ik ook heel fijn. Ja, en ik onthoud ook dat jullie daar dus allemaal in boxershorts rondlopen op internaat. Dat is ook Dat iets wat klopt. ik heb bijgeleerd vandaag. Maar ik vind het heel tof gedaan. Ook fijn dat ik nu een keer heb kunnen tonen, dat we het ons kunnen visualiseren. Dus heel leuk. En jullie zijn zeker ook een team dat ik graag ga blijven opvolgen. Heel veel Oké. succes. Dank u wel. En van de boxershorts gaan we hopelijk nog naar een ander team. Ik denk aan Eposia of Speculux. Is er al een van deze twee teams die ondertussen is gearriveerd in deze online room? Eposia of Speculux? Nee, ik kijk even naar collega Mieke. Of zij nog? Nee. De afwezigen hebben ongelijk, uiteraard. Hé. De aanwezige teams, super fijn dat jullie de tijd hebben willen en kunnen vrijmaken. Ik denk dat ik ook in Mieke's naam mag spreken. We hebben op toch wel relatief korte tijd heel wat teams beter leren kennen. We hebben producten te zien gekregen. We hebben toekomstplannen gehoord. Dat is alleen maar goed nieuws, zou ik zeggen. We willen jullie daar heel veel succes bij wensen. En ik maak ook heel graag even een klein zijsprongetje naar de financiële kant van jullie mini-onderneming. Jullie weten ongetwijfeld dat jullie ook een boekhouding, een rapportering moeten bijhouden en bezorgen aan Vlaio. Wacht daar niet te lang mee. In die zin, sommige teams zijn er al volop mee gestart, anderen moeten daarmee nog in gang schieten. Maar het is uiteraard belangrijk dat jullie dat goed bijhouden, zodat je achteraf, zodat je eigenlijk doorheen het jaar weet waar jullie ook financieel staan. Ik zou ook zeggen, hou onze socials in de gaten, de socials van Vlaio. Want geef ons even tijd, maar er zal dan op onze socials verschijnen welke teams als meest opmerkelijke teams worden gezien, welke teams nog extra in de bloemetjes worden gezet. Maar vanuit Mieke en ik willen wij heel graag meegeven dat wij jullie allemaal uniek en opmerkelijk vinden. Nogmaals, we hebben heel fijne concepten gehoord en we zijn eigenlijk nu al super trots op jullie. Ik hoop dat we jullie binnenkort opnieuw zien, wie weet live op een of ander Vlaio-event, wie weet bij jullie op school. Maakt niet uit, via Teams. Alles kan, maar wij blijven jullie heel graag opvolgen. Heel veel succes gewenst. Tot de volgende keer, graag live en dan. Ja. Tot ziens.